1 miljoen druppels heeft zich tot doel gesteld om 1 miljoen mensen duurzamer te maken. En dat doen we door die mensen elke week een duurzame tip op te sturen, waarin ze kunnen zien wat ze zelf kunnen doen en vooral ook wat het hen oplevert. Cordio wil zelf ook dit pad op en we beschouwen dit toch wel als een voorbeeld waar wij wat van kunnen leren. En zeker de aftrap hier in de Villa Arena is natuurlijk super op de dag van de duurzaamheid. Prachtig. Er moeten meer van dit soort innovaties komen. Het is wel heel veel energie hoor. Investeert niet alleen in stenen, maar in dit geval ook in mensen, kinderen hier. En daarmee willen we ook een bijdrage doen als maatschappelijk verantwoord ondernemer, ook binnen de gebieden waar we eigendom hebben. Het leuke van het leerorkest is dat ze al na een maand samen als orkest spelen en dat stimuleert heel erg om door te gaan. Gezellig, leuk verlicht en groot en ruim. Alles onder één dak. Dat ziet er mooi uit. Heel overzichtelijk ook. Ja, open, ruim en toegankelijk vind ik het. Het zit allemaal gewoon goed bij elkaar. De winkelaanbod is prima, verschillende soorten merken. Dus, ja.